ik ben Evert ten Apel en ik word vandaag bijgestaan door Jurie Mulder. Hey Evert, hoe is het jongen? Vandaag is de wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse. De thuisploeg van vandaag heeft dit seizoen de meeste doelpunten gemaakt in de competitie. Maar vandaag moeten ze aantreden tegen een elftal met de beste defensie. Dat wordt heel spannend, Evert. En ik hoop maar dat we veel doelpunten te zien zullen krijgen. Met deze formatie stapt Feyenoord het veld op. Deze ploeg speelt met een 4-3-3 systeem. Wat verwacht jij daarvan? Nou, ik verwacht er wel wat van, Evert, want als we kijken naar de buitenspelers, dat zijn dan echt goede spelers. En ja, het is zeer aantrekkelijk om die buitenspelers aan het werk te zien. Ze moeten snel in de 1-tegen-1 gezet worden en dan kunnen ze een actie maken. En dat zal dan zorgen voor aantrekkelijk voetbal. En hier zien we de beginopstelling van Vitesse. Had jij eigenlijk het liefst beide teams in deze 4-3-3-formaties zien spelen, Jurie? Nou, ik vind het juist wel leuk om twee verschillende systemen tegen elkaar te zien. Want je gaat nu toch een beetje krijgen van wie past zich aan wie aan. En dat is op zich een best interessant gegeven. We gaan kijken naar Feyenoord. Die ploeg die in 2017 na 18 jaar de 15e landstitel wist binnen te halen. En het zorgde voor ongekende taferelen in Rotterdam. Ja, mooi was dat hoor. Ook de kampioenswedstrijd zelf, hè, waarin aanvoerder Dirk Kuyt afscheid nam door 3 keer te scoren. En zijn ploeg daarmee naar de titel schoot. Geweldig. Arbiter Pim Ploegmakers deelt vandaag de lakens uit. Feyenoord heeft afgetrapt. We zijn officieel onderweg nu. El Amadi, mogelijk een goede kans hier. De verdediging werkt niet mee. Uitgelezen kans om te scoren. Wat een prachtige redding van de keeper die een inzet van dichtbij onschadelijk maakt. Ja, hij moest snel reageren. Prima keepwerk. Matas, als ze snel handelen kunnen ze toeslaan in de omschakeling. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Bessie. Brian Linssen, voorgeven nu. Dat is geen goede plek om een vrije trap weg te geven. De keeper neemt het zeker voor het onzekere en knokt de bal weg. Hij zoekt naar ondersteuning. Butler. Dit wordt menens. De verdediger raakt de bal nog aan, dus corner. De bal wordt in de 16 gebracht. Hij wordt opgejaagd op eigen helft. Garcia. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? De wedstrijd is net begonnen en er is nu al een overtreding gemaakt. Bruns. Larsson. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. Van Persie.
En de keeper heeft hem klem vast. Hij weet die paas te onderscheppen. Dat paasje biedt mogelijkheden. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Bal teruggelegd. Dat was een heel belangrijke tackle. Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toe. Met gevoel gegeven. Hij is doorgebroken. Uithalen zou ik zeggen. De keeper redt. Feyenoord krijgt een hoekschop. De bal wordt voor het doel gebracht. Van der Heijden. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Matas. Er is aan de zijkant genoeg ruimte om te benutten. Nog steeds aan het dribbelen. De keeper weet de bal weg te boksen. Vilena. Nicolai Jurgensen. Garcia. Serrero. Ja, die gaat zo in handen van de keeper. Vilena. Bessie. Büttner. Berghuis. Bessie. Bruns. De bal gaat heen en weer. Berghuis. Wie weet levert dit een kans op. Nou ja, laten we maar zeggen dat het een moedige poging was. Laten we eens kijken wat ze met die ingooi kunnen gaan doen. Komt er een lange worp richting het doel? Tony Vilena. El Amadi. En nee, dat gaat niet lukken van die afstand. Nicolai Jurgensen. We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke positie. Hier moeten ze iets mee doen. De spelers in het muurtje springen op om die vrije trap af te weren. Haps. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Büttner. Langs de lijn gespeeld om het veld zo breed mogelijk te houden. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. We krijgen dus een vrije trap en een mooie plek. Gele kaart. Nu moet hij toch gaan oppassen. Ja, zo stom en een vrije trap op een gevaarlijke plek. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Sliding, overtreding.
Die bal is niet ongevaarlijk hoor. Het leidt tot hachelijke momenten in de 16. Larsson. El Amadi. Brian Linssen. Serrero. Bruns. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Prima positiespel waarbij de bal goed wordt rondgespeeld. Het is nu wachten op de versnelling. Büttner. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. Hij wordt flink belaagd, maar houdt de bal. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Berghuis. Tony Villena. Villena. Benauwde momenten daar voor het doel, maar die bal gaat er niet in. Ja, maar dit is echt goed verdedigd, Evert. De eerste helft is gespeeld, 0-0. Maar eens kijken wat de tweede helft te bieden heeft. Het is niet te geloven. Ze hebben de eerste helft volkomen gedomineerd. Kansen zat, maar geen goals. Nee, en de vraag is dat dan pech? En het regent hier nog altijd, Jury. Ja, we gaan de tweede helft in. Op een zeer nat veld. Ik ben benieuwd hoe lang dat goed gaat. Ze zijn de bal kwijt en moeten weer in de verdedigende stellingen. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Hij heeft de bal alweer te pakken. Ze waren hem kwijt, maar hij verovert hem meteen terug. Goed gedaan. Hij strooit er vrolijk op los met zijn paasjes. En allemaal goed. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Brian Linssen. Bessie. Dit kan een kans worden. Verdediging werkt niet mee. Het is aan Feyenoord om te gooien. Vitesse besluit te wisselen. Larsson. El Amadi. Nicolai Jurk. Uitgelezen kans om te scoren. Red, maar de bal is nog niet weg. De bal gaat via de verdediger over de achterlijn. En ja, dan krijgen we een corner. Hij kiest ervoor om Nicolai Jurgensen. Net op tijd onderschept. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. Oei, dat is niet zo slim met al geel op zak. Als de scheidsrechter weer een kaart trekt, ja, dan wordt het rood. Te wisselen. De bal wordt voor het doel. Kruiswijk! Die kopbal leek erin te gaan. Maar heel goed gekiept van die doelman.
Deze doelman doet wat er van hem verwacht wordt. Sterk gekiept. De keeper hoeft niet in te grijpen, ziet de aanval naast gaan. Vilena. Loepzuivere paas, komt goed aan. Van Beek. El Amadi. Gaat hij voor een schot of probeert hij? Fijn paasje. Hij wordt weggestuurd. Toornstra. Het gezicht van de coach spreekt boekdelen. Die beseft ook dat dit de voorsprong had kunnen en misschien ook wel had moeten zijn. Nicolai Jurgensen. Daar hoefde hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Die bal wordt onderschept. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Toornstra. Daar is het eerste doelpunt van deze wedstrijd en de spelers zijn door het dolle heen. En terecht, maar ze zullen het hoofd erbij moeten houden, want ze zijn er nog niet. Tja, ook zonder de bekende glazen bol had je dit aan kunnen zien komen. Ze spelen gewoon veel beter en krijgen kans op kans. Ja, ze zijn duidelijk superieur, Evert. Ze sturen de tegenstander van Kastje naar de muur. Ja, en ook langs de lijn wordt dat doelpunt gevierd, want de voorsprong is binnen. En het eerste doelpunt komt eindelijk op het scorebord. Er moest ook wel een keertje een goal vallen. Ja, maar toch zien we een leuke wedstrijd even. Wie weet levert dit een kans op. De bal gaat over de zijlijn, maar dat was toch knap verdedigend werk, hoor. Serrero. Butler. Die tackle was zijn laatste redmiddel. Nicolai Jurgensen. En hij speelt op het moment op de toppen van zijn kunnen. Ja, dat klopt. Zijn spel loopt dus een trein de laatste tijd. Tony Vilena. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Brian Linssen. Kopt hem door naar zijn ploeggenoot. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog net iets meer dan 15 minuten. Toornstra. Te snel getrokken en dus afgevlogen voor buitenspel. De coach wil in deze tweede helft meer actie op het veld. En dan moest dus iets gebeuren. Er vandoor. Mogelijk een goede kans hier. Toornstra. Serrero. Butner. Eens kijken of de scheidsrechter een kaart trekt. Nog 10 minuten te gaan. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Nog maar 10 minuten te gaan en de thuisploeg krijgt hier de kans om iets aan de stand te doen. De spanning is te snijden, Evert, op de tribunes. Vilena, gered, maar het blijft gevaarlijk. De verdediging is in vorm, ook op de flanken. De inworp wordt aan Feyenoord gegeven. Vitesse kiest voor een wissel.
coach wil twee spelers tegelijk wisselen. El Amadi. Die paas gaat richting de vleugel. Die is er doorheen. Mooie redding, maar de bal is nog in het spel. Het is aan Feyenoord om te gooien. El Amadi. Nou, vooruit. Wie durft nog? De tijd begint nu nog echt te dringen. Handig ingegrepen hoor. Dat had hij heel goed gezien. Een heerlijke bal. Hij wordt vrijgespeeld in de diepte. Doelman komt mee voor de corner. Dat is riskant hoor. De bal wordt in de 16 gebracht. Het gevaar wordt afgeslagen. Kom maar, 4 minuten extra tijd. De fans laten hun ongenoegen blijken, Evert. Ze willen dat de scheidsrechter affluit, want dan zijn er 3 punten binnen. Bruns. Kruiswijk. Doornstra. Het is lopen met de bal op de helft van het... En nu uithalen! De keeper grijpt resoluut in op die inzet van dichtbij. En het verschil blijft dus maar 1 doelpunt. Ja, en als die gelijkmaker nog valt, verdient deze man een schouderklopje. De bal wordt voor het doel. De doelman houdt ze in de wedstrijd, Jury. Nu kan het nog steeds. 1 doelpuntje in de slotfase en het staat weer gelijk. De scheidsrechter fluit. Het zit erop. Nou, ondanks het sombere weer was deze wedstrijd een feest voor elke voetballiefhebber, hoor. Ja, het was geweldig, Evert. En het maakt een hoop goed, want het weer is echt verschrikkelijk.